werken heel vaak met een klassieke off-the-shelf brace die je zo uit de kast kan halen. Soms werken we ook met IMF-materiaal wat aangepast wordt op maat van de patiënt. Maar recent is daar ook de 3D geprinte brace bijgekomen. En met het onderzoek willen we eigenlijk weten of er een verschil is zowel in het draagcomfort als in het therapeutisch effect van de verschillende spalken. Ik ben Lies, ik ben ergotherapeut in AZ Herentaals en ik sta op de handrevalidatie samen met nog een kinesist. Wij begeleiden dagelijks patiënten met allerlei handletsels die wij dan gaan optrainen zodat ze functioneel terug aan de slag kunnen in hun dagelijks leven. Binnen de studie leg ik de patiënten die deelnemen aan de studie de oefeningen uit die ze dagelijks moeten uitvoeren, zodat eigenlijk de duimregel verstevigd wordt en zodat die stabieler gaat worden in het dagelijkse leven.